ik ben wel trots op mijn zoon of zo. Maar gewoon. Maar daar kan hij er niet voor gewerkt. Hij is gewoon zo mooi en lief. Dus, is dat dan niet voor gewerkt? Dat is zo'n typische maatschappij. Ja, werkethos. Wij zijn braadgeslagen. En dit is het Vice-interview. We zijn al zo lang samen als groep dat we eigenlijk ook niks meer kunnen verhullen. Want we kennen elkaar te goed, snap je? Zoals broers ook zo. Dus je kunt moeilijk dingen wegsteken of als er issues zijn of als de ene het moeilijk heeft of een moeilijke periode heeft, dan komt dat sowieso op tafel. Dus. Bovendien kun je ook jezelf iets voorliegen soms, waardoor het zelfs voor jezelf een geheim is. Mm-hmm. En dan voor de ander ook, of voor die ander niet, omdat hij eigenlijk jou doorziet, daar zijn vrienden misschien ook voor, ja, ja. Een gast. Dus ja, dat is misschien ook soms moeilijk, want dan door die intimiteit. Ja, ben je ook kwetsbaarder of zo? Maar dat is ook wel mooi. Ik weet niet hoe het kwam. Ik kwam van de Ardennen. Ik had 3 dagen gefietst. En ik was naar een podcast van Mark Didden aan het luisteren over Brussel. En hij vertelt over het verlies van zijn vader. En ik was gewoon zo aan het rijden. En ik was echt gewoon zo... Echt zot. Ik bleef gewoon wenen. Ja? Ik begreep niet hoe dat kwam. Wel, toen het uit was met mijn vriendin, heb ik wel een paar keer geweend. Ja. Maar nooit, ik zou graag leren beter te wenen. En je kunt ook niet plannen, hè? Dat hoop ik dan. Misschien moet ik ooit een keer Primal Scream therapie doen of zo. Maar dus ja, dan komt het plots los bij een bepaald iemand die je dan toch heel vertrouwt of zo. En dan plots is het er. Hey, mijn ouders zijn wel super trots op mij, dat weet ik. Maar ja, het wordt niet snel uitgesproken zo. Mijn ouders ook wel. Spreek het iets meer uit. Hmm. Ja, ik ben wel trots op mijn zoon of zo. Maar gewoon. Maar daar kan hij er niet voor gewerkt. Hij is gewoon zo mooi en lief. Dus, ja. Dus eigenlijk. Is dat dan niet voor gewerkt? Dat is zo'n typische maatschappij. Ja, werkethos, wat is het? Ik kan niet trots zijn op iemand als er niet voor gewerkt is. Nee, ik ben wel trots op hem dat hij bijvoorbeeld heeft leren lopen en zo van die dingen. Als hij van die dingen leert. Er is zo'n liedje van Bert en Ernie. Ah, ja, natuurlijk. En waar hij trots is op zichzelf. Zo. Op zichzelf? Trots! Ik ben zo trots op mij. Op mij? Op mij zijn we trots op zichzelf. De search engines zijn dit leukste. AltaVista. Of als je zo de search engine en dan zo Fulco Ottervanger en dan zit een suggesties Fulco Ottervanger Porsche. Of dat je dan denkt, maar je moet dat niet checken. Gewoon als je Fulco wil typen, wat dat het eerst volgende woord naast je naam is. Ah ja, ja, suggesties. Ja, grappig. Bij mij is het... Andere geest, denk ik. Ja, ik weet het. Fulco is heel goed in backstage yoga-instructies voor als je op tour een soort van happy place moet vinden. Die is heel goed. Zou eigenlijk een soort van YouTube-channel moeten starten. 1, 2. Wij zijn beraadgeslagen. En dit was het Vice interview. Tot ziens.